Een man van 49 uit Vinkeveen weet 's nachts een inbraak in zijn chalet te voorkomen, maar wordt daarbij wel flink mishandeld door de daders. Joost, wat is er nou precies gebeurd? Ja, de man die woont samen met zijn zoon van 8 in een van de chalets op het park aan de Herenweg in Vinkeveen. In die bewuste nacht, en dat was eind december van het vorige jaar, wordt hij rond middernacht wakker van geluiden bij zijn voordeur. Nou, als hij dan op zoek gaat naar de bron van dat geluid, ziet hij een schim voor de voordeur staan. Ja, en hij roept dan dat de man moet weggaan. Ja, maar daarmee is het niet voorbij. Nee, om er zeker van te zijn dat er echt niemand meer is, gaat hij even buiten polshoogte nemen. En dan meteen wordt hij door twee verdachten opgewacht en met een voorwerp tegen zijn hoofd geslagen. Nou, dan valt hij op de grond. En als hij dan op de grond ligt, krijgt hij ook nog schoppen, trappen en klappen. Ja, en daar raakt hij van buiten bewustzijn. Ja, en dat allemaal terwijl zijn zoontje binnen ligt te slapen. Ja, en die is gelukkig door al het rumoer heen geslagen. Oké, gelukkig. Die daders die vertrekken dan als de man bewusteloos op de grond ligt. Ze zijn dus niet in het chalet geweest. Wat weten we van die mannen? Ja, niet heel veel. Het was natuurlijk heel donker en daardoor heeft het slachtoffer nauwelijks iets van ze kunnen zien. Maar wat er wel is, is bewakingsbeeld van de daders wanneer ze aankomen en vertrekken. Ja, dus misschien levert dat wat op. Oké, het beeld van het arriveren en het vertrekken. Hier komt de witte auto aanrijden. De twee vermoedelijke daders stappen uit en lopen het chaletpark op. Vervolgens rijdt de auto heen en weer voor de ingang. Wat opvalt is dat hij schade heeft rechts aan de zijkant. Nog geen 10 minuten later komen de mannen vanaf het chaletpark weer terug en stappen in de auto om weer te vertrekken. Ja, en hier zien we die mannen nog een keertje voordat ze instappen. Ze zijn helaas niet heel goed te zien op de beelden. En dit is dus het moment dat ze terugkomen van dat park. Ja, en de man links lijkt een hoodie te dragen met een Nike-logo op de voorkant. Hij is vrij stevig van postuur. De man rechts is iets wat kleiner en tengender en heeft ook iets van een capuchon op. Ja, dan die auto. Schade aan de rechterkant, hè, dat is natuurlijk een spoor. De schade was dus eind december vorig jaar zichtbaar. Dat kan natuurlijk al hersteld zijn. Ja, maar misschien is er iemand die werkt bij een schadeherstelbedrijf of wel een autobedrijf. Ja, misschien kan die zich die schade nog herinneren. Ja. Ja, en dan horen we dat graag. Ja, precies. Weet jij van wie deze auto is? Misschien heb jij de schade wel gerepareerd in jouw garage. Of heb je misschien heel andere informatie over deze poging tot inbraak en mishandeling van de bewoner in Vinkeveen? Neem contact op met de tiplijn 0800 60 70. Liever anoniem informatie delen. Doe dat dan via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.